maart 2014 mochten we stemmen voor de gemeenteraad. En in de Utrechtse gemeenteraad kwam een hele nieuwe partij, Student en Starter. We zijn benieuwd wie de baas is van Student en Starter. Raadslid Steven Menke. We gaan kennis met hem maken hier in Overvecht. Beste Steven, waar kom je vandaan? Ik kom van origine uit Groningen. Of eigenlijk een dorpje in Drenthe, Gieten heet dat. Maar dat kent bijna niemand, dus ik zeg altijd maar Groningen. Wat studeer je? Ik studeer hier economie aan de Universiteit Utrecht en humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Twee totaal verschillende studies. Ja, dat maakt het leuk, want die sluiten heel mooi op elkaar aan. Aan de ene kant is economie is heel erg vanuit financiële kaders gekeken, hoe zit je markt in elkaar, hoe moet je zorgen dat alles efficiënt en effectief verloopt. Aan de andere kant ga je kijken, hoe willen mensen eigenlijk een beetje richting geven aan leven, waar zijn ze nou op zoek, waar zoeken ze hun doelen, hun zin in. En ik vind het heel mooi om dat bij elkaar te brengen, omdat ik denk dat het elkaar versterkt. Dat maakt je dan wel een uniek raadslid? In die zin wel, ik denk dat er heel weinig mensen zijn met die combinatie inderdaad. Je bent nu een paar maanden raadslid, hoe bevalt het tot nu toe? Alles is nieuw, we zijn een nieuwe partij. Ik heb dus geen voorgangers van mijn partij en ik ben een nieuw raadslid. Dus ik moet alles leren, hoe alles in elkaar zit, al die stukken komen op je af. Wat het heel erg leuk maakt is dat overal waar je mee bezighoudt, de mensen in die een zekere passie hebben. Of ze nou ergens voor zijn of ergens tegen zijn, het zijn mensen die daarvoor opkomen en iets willen realiseren vaak. Dat vind ik leuk, dat zijn leuke mensen mee te spreken. Uiteindelijk moet ik wel een belangenafweging maken. Dat is heel lastig, maar maakt het ook leuk van het raadswerk. Je hebt een heleboel dingen, een algemeen belang, een plaatselijk belang, dat soms in tegenstrijd is. En tussen kiezen, dat vind ik een hele eervolle taak, maar ook een hele lastige. Waarom staan we hier? Ik was hier een tijdje geleden met de raad in de wijk. En dan kwam ik eerst een weggeefwinkel, gingen we bezoeken. En ik vind het een heel leuk voorbeeld hoe je een plek die eerst overlast was, er zaten heel veel hangjongeren, ombouwt tot eigenlijk een ontmoetingsplek van de wijk. Dat vond ik een heel leuk initiatief en dat vind ik ook heel krachtig. En dat gebeurt hier al in Overvecht, maar dat kan op veel meer plekken in de stad. Dus daar is Overvecht eigenlijk in die zin gewoon een voorbeeld voor de rest van Utrecht. Wat voor bewonersinitiatieven gaan jullie specifiek steunen? Zoveel mogelijk moet ik zeggen. Ik heb geen specifiek bewonersinitiatief wat wij vanuit de gemeente moeten gaan steunen. Omdat ik vind dat de gemeente moet gaan kijken wat voor initiatieven te komen. En waar echt de meeste behoefte aan is. En dan daarop inzetten. En vooral niet geld geven om vaste dingen te maken. Maar vooral geld geven om die vrijwilligers lekker aan de gang te houden. En daarvoor te zorgen dat die continuïteit erin zit. Maar ik ga niet zeggen van dit moet er gebeuren. Want dan weten de mensen zelf het beste. Hoe kijk je als bijna econoom en humanist aan tegen de weggeefwinkel? Dit is een stukje ruileconomie eigenlijk. Dat zie je steeds sterker opkomen. Hoe groot het gaat worden ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Want er is altijd een zekere grens aan in hoeverre je kan ruilen. Want sommige dingen moeten gewoon echt groot geproduceerd worden. Maar ik vind een uitstekend voorbeeld hoe je gewoon zuiniger met de middelen die we hebben op deze hele wereld. Maar vooral ook in de wijk omgaan. Laten we even een kijkje gaan nemen. Over 4 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat hebben jullie dan bereikt? Ja, wij proberen heel hard in te zetten om toch de grote kamernood onder studenten en de woningtekort onder starters verder aan te pakken. Dan zie je, hier staan we in Overvecht vlak naast de flats die daar een stukje in voorzien. Je zegt kamernood voor studenten en starters. Wat is jullie bijzondere bijdrage, jullie bijzondere idee daarin? Identificeren en blijven zeggen van die ruimte is nodig en het belangrijke daarbij is, wat wij er vooraan staan ook, dat het altijd gebeurt in goed overleg met de omwonenden. Daarom is het ook belangrijk om een partij als Student en Starter in de gemeenteraad te hebben. Omdat je meer op gelijk vlak spreekt en ook meer dan in een goede verstandhouding samen kan werken. Want dat hoor je toch vaak, dat mensen geen studentenwoningen willen hebben, omdat die vaak alleen maar overlast zouden meebrengen. Ik denk als we het in goed gesprek doen en ook gewoon goede afspraken maken, dat het dan veel beter kan. En vaak een meerwaarde heeft voor de wijk. En dat proberen wij te bewerkstelligen.